Goedemiddag, het is niet 4 over 8. Waarom staat jouw radio 4 over 8 ochtends? Nee, 5 over 4. In de middag. Juist. Staat ook gewoon, hoor. Ja, nou wel, ja. Jullie horen het goed, het is 5 over 4. We hebben een uitslaapdag gehad. Dus, we komen serieus pas uit de bed. Voor mij niet uitslapen, was je man of 6 thuis. Nou, was je pas man of 6 thuis? Nee, ik was een pas 5 thuis. Oh. Maar goed, ik moest er om 7 uur ook uit, want toen heb ik Isabel gevoed. En om 11 uur. Maar ik ben elke keer gewoon terug naar bed gegaan. Dus, ja. We zijn onderweg naar mijn zus. We gaan even het geboortebord terugbrengen. Die kwam van mijn zus vandaan. En zo, wat een zonnetje. Woehoe. En zij had weer voor Isabel van Emma een slaapzak. Die Emma niet meer past. En die wij hadden, die wordt niet te klein. Dus ik had gevraagd of zij toevallig er nog een had. Want anders moest ik gewoon zelf even inkopen. Dat maakt natuurlijk ook niet uit. Dus zo is het ook geregeld. En dan moet ik weer boodschappen doen. En dan kijken we vanavond nog wel of we ochtendkerst boven me opruimen. Want dat is er dus ook niet meer van gekomen. Dus is het al 13 of zo. Ja, maar ik heb ook wel elke avond de kerstboom aanstaan. 14 zelfs. Ja. Dus. Dat. Ach ja. Ja, meer heb ik niet te vertellen. Jij? Zakjes, hè? Ah! Ja, Isabel had gespuugd. Ja. Dus nooit verder, dus wat dat betreft. Oh. Die geurie was ik alweer vergeten, het vrouwtje. Ja! Ja! Ga je nu op Emma? Emma? Volgens mij niet kan je helemaal op dit lijst zitten. Oh, dat is lekker. Ja, dat is leuk, hè? Dat was het. Toch wel een beetje onder kinderen, hè, Isabel? Ach, dat hebben papa en mama ook allebei. Ja! Hey! Ja, de volgende. Hi. En we denken, dat doet de pijn zo mooi met mij. Hoe moet ik aaien? Ja, dat is leuk. Krokodillen. Heb je een krokodil aan je voeten? Ja. Doe je niet bijten dan? Want dat zijn sokken. Nee, die zag ik niet. Wat dacht je? Dat zijn sokken. Oh, dat zijn sokken. Kunnen die niet bijten? Ik kusje geven. Kusje? Kusje? Die hebben we net gezien. Til hem op. Ja. Die handjes. Kusje? Zo. Eigenlijk weet ik dat ik zakjes moet doen. Maar ik ben ook heel enthousiast. Ja, precies. Ik wil eigenlijk ook graag. Wat ben jij aan het doen? Memory. Wat zeg je? Memory. Memory? Ja. En wie is er aan het winnen? Gelijkspel. Gelijkspel? Nee. Moet je wel even kijken, hè? Een kusje geven. Ja, wil je kijken of niet? Ja, oké. Okay. Dat is goed. Is goed. Heb je hem gezien, die andere? Zelfgemaakte mosterdsoep. En Isabel zit in een sprongetje, dus vandaar dat ze niet zoveel huilt. Een hele goede morgen. Het is weer maandag en ik ga mijn smoothie even blenden. Gisteren al klaargemaakt. Ik hoef er alleen nog maar in. Smoothie klaarmaken, want ze heeft zelf een beetje last van hoofdpijn. Maar dat komt gewoon. Ze kan nu tussen de 6 en de 7 uur aan één stuk door slapen 's avonds.
En ik heb eigenlijk wel 8 uur nodig. Nou is het met 3 dagen. Maar gezien ik nou ook nog heel snel vermoeid ben omdat ik een half jaar dus gewoon niks heb kunnen doen. Slash niks heb gedaan. Ik heb natuurlijk vanaf juni thuis gezeten. En tot minimaal eind oktober heb ik nou niet echt bepaald iets kunnen doen. Van je zwangerschap en de napijn, zeg maar, van napijn. Ook van de bevalling. Zie je? Oh, ik ben echt nog niet wakker. Anyways, ik ga even mijn smoothie klaarzetten bij de bank. Want bij de bank ga ik zoiets bel voeden en doe ik dan gewoon tegelijkertijd, want het is net zo handig. Dat dus. Oh, ik ben echt gaten. Ja, ik weet niet meer wat ik wil zeggen, dus ik ga jullie gewoon wegleggen. En ik zie jullie misschien tussendoor en anders vanavond thuis weer. Zo, ik ben weer thuis. Het is weer een hele goede dag geweest. Ik heb weer goed gegolfd. De eerste keer wel 50 cc minder dan vorige week. Maar nog steeds meer als genoeg. En Roy heeft lasagne gemaakt. Yummy, yummy, yummy. Hola. Hola. Dus wij gaan eten. Daar staat ze nou op, hè, die scheet. Probeer je nou nog in te laten. Laat ze erin zitten, hè. Oh, die hoorde ik niet. Laat wel erin zitten nou, hè. In de vlog. Dus. Het is bijna 11:30. Ik ben bezig met de laatste voeding. Dus. Met de laatste voeding van Isabel. En Roy is super vervelend. Wel. Go away. Net een aantal vlogs geëdit. En we hebben de beeld teruggekeken van het zwemmen. Ik vertrouw je nou niet meer. De beeld teruggekeken van het zwemmen. En... Ga weg. Hé, hey, dit... Kijk eens, daar stopt Isabel met drinken. Nee, dat moet niet, hè. Papa doet vervelend, hè. Dus. Rot op met die hand. Go away. Nee, even niet doen. Nou is het klaar. Nou is het maar leuk. Dus, anyways. Ik doe wel deze kant op dan. Kan ik hem in de gaten houden. Ik ga zo Isabel. Nee, Roy mag zo Isabel op bed leggen, want die is nou aan het vervelen, hè. Dus, naar bed, zei Duimelot. En alles ligt klaar weer vanmorgen, dus dat is fijn. Ik heb een haar in mijn mond, heel fijn. Dan ben ik Isabel. Ik mag niet aankomen. Zo. Opgelost. Dus, anyways, om een lang verhaal kort te maken, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop jullie mogen weer zien. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat even. Dus. En een duimpje omhoog als je het leuk vond. Oké, tot morgen.